Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1146 met een uitzending voor vandaag, 28 november 2017. Dit is Bulletin van dinsdag. Niet lachen, het volgende is me nog niet vaak overkomen, maar ik had de opnameknop slechts één keer ingedrukt op het opnameapparaat dat ik heb. En dat betekent dat ik de hele uitzending die ik nagenoeg foutloos had ingesproken, niet heb opgenomen. Vandaag is er een deel over geheime elektronica, een niet zo heel lang deel, en verder een deel uit de serie over propagatie op VHF en UHF. Net als van de week maak ik nog een keer reclame voor het Daily Minutes chatkanaal. Op www.pnlete.nl kun je vinden hoe je daar kunt meechatten. Ook meeluisteraars zonder amateurregistratie zijn daar welkom. En je kunt op verschillende manieren meedoen. Dat kan zowel via IRC, ook in de internetbrowser, als via Mattermost. Dat is van hobbyscoop.nl en die is ook bereikbaar via Hamnet. Nog even trouwens een herinnering. Vanavond om 6:45 is het, dat is dadelijk al, hè? Het ISS is waarschijnlijk hoorbaar op 145-800. Ze maken verbinding met een school in Canada. Later op de avond is er weer de D-Star-ronde op de verschillende repeaters door het land en via DMR. Volgens mij ook via Fusion. En die kun je ook beluisteren via de website van Papa Delta 4 Foxtrot Mike Juliet, pd4fmj.nl. Als je daar op die star player drukt, dat is een tapje rechtsbovenaan meestal. Vanavond vanaf 8:30 dus. Ja, dit is deel 6 van de serie over geheime elektronica. We waren gebleven bij de Fialka, een Russische opvolger van de Enigma-encryptiemachine uit de Tweede Wereldoorlog. Fialka had geen 26 mogelijkheden op de cilinders, maar mede vanwege het in Rusland gebruikte Cyrillisch alfabet 30 mogelijkheden. Daarnaast had het apparaat 10 cilinders tegen de Enigma 3. En hij had daarmee, als ik me goed herinner, iets van 500 miljoen verschillende mogelijkheden. Maar het kan ook 500 miljard geweest zijn, het waren er veel. Ik zeg steeds encryptiemachines, want dat waren het ook echt. Net als een telexmachine uit die tijd dat was en ook de schrijfmachine. De Fialka die bleef geheim tot 2005. Daarvoor was er met name in het Westen zo goed als niets over het apparaat bekend. De Fialka had een ponsbandlezer en ponsbandmaker, net als veel telexen dat hadden. Maar daarnaast had hij een ponskaartlezer. Het apparaat werkte op 24 volt gelijkspanning, maar hij werd geleverd met een voeding die werkte van 100 tot 250 volt op netfrequenties van 50 tot 400 hertz. Er zijn minstens twee versies van het apparaat bekend, de M125MN en de M125-3MN. De gewone versie die had een typwiel dat Latijnse en Cyrillische letters aankon. De M125-3MN had afzonderlijke typwielen voor Latijns en Cyrillisch. Even overnieuw, de M125-3MN had afzonderlijke typwielen voor Latijns en Cyrillisch. De 3-versie kende 3 modi, letters met enkel shift, letters met dubbele shift en symbolen. En eentje met alleen cijfers voor gebruik met codeboeken en om numerieke cijfers meervoudig te versleutelen. Voor de Fialka bestond er een dagelijks sleutelboek, een berichtsleutelboek en een bericht-ID-boek. Dat laatste dat was voor verkeer in één richting, zeg maar broadcast. Het dagelijkse sleutelboek bevatte voor een maand een dagelijkse sleutels. Een dagelijkse sleutel die bestond verder uit een sleuteltabel in het Cyrillisch en een bijbehorende ponskaart. Voor de ontwikkeling van de Fialka hadden de Russen goed gekeken naar een Zwitsers product, de NEMA, die echter slechts 5 cilinders had en niet over een ponskaarteenheid beschikte. Zoals vaak in de Koude Oorlog beschikten beide partijen aan de weerszijde van het ijzeren gordijn over vergelijkbaar sterke apparatuur. De Fialka was in de meeste opzichten vergelijkbaar met de KL-7-encryptiemachine van de Amerikanen. De TSEC KL-7 was de opvolger van het eerder genoemde Amerikaanse Singerbaas-systeem uit de Tweede Wereldoorlog. Het systeem waarvan geen voorbeelden bekend waren dat het ooit gekraakt was. De volgende keer gaan we verder in op dit Amerikaanse systeem, de KL-7 uit de jaren 50. Deel 6 van de serie over propagatie op VHF en UHF is oorspronkelijk van 16 juni van dit jaar, midden in het sporadische E-seizoen dus. Ja, dan nu een iets wat bijzonder deel 6 over propagatie op VHF en UHF. Ik had het in deel 4 en 5 over hoe dat met sporadische E werkt. Dat je als het ware twee zoeklichten hebt die langzaam over de kaart van het aardoppervlak voortbewegen. Afgelopen middag was op 2 meter goed te horen hoe dat in zijn werk gaat. De band was wagenwijd open, met name in oostelijke richting, waarbij de signalen uit Rusland soms de S-meter strak in de rechterhoek deden belanden. De hierna volgende opname van een Roemeens station is afgelopen middag, vrijdagmiddag 16 juni 2017, dus door mijzelf gemaakt met mijn FT817, gewoon op een kwartgolf sprietje binnenshuis, dus niks dure antenneinstallatie of zo. Dit was rond 2:30 zomertijd op 144.295 MHz. Let bij het luisteren vooral op het opzwiepen in signaalsterkte van het Roemeense station. Kennelijk kwam ik daarbij mooi in de denkbeeldige zoeklichtbundel terecht. Fragment duurt krap 2 minuten en er is niet ingeknipt. November 2 7
Yankee Oscar Ray Tango Kilo. Yankee Oscar Ray Tango Kilo, take your call out. Golf 3, Lima Queen Romeo, 509, Kilo November 27, Tango Mexico. Queen Foxtrot, thank you very much, all the best, Yankee Oscar Ray Tango Kilo. Thank you, bye bye, Yankee Oscar Ray Tango Kilo. Papa Alpha 7 Echo Sierra. Papa Alpha 7 Echo Sugar, 509, Kilo November 27, Tango Mexico. Sierra Alpha, thank you very much, all the best, 73. Bye-bye. Hotel Charlie Victor, please. Roger, Roger, thank you very much for you. 509, Kilo November 27, Tango, Kilo November 27, Tango, Mexico. Het bibberige geluid van de lokale stations komt waarschijnlijk door backscatter. Wat je hoort is interferentie tussen het directe signaal over de grond en het via de ionosfeer teruggekaaste signaal van hetzelfde station, zoals dat hier ook binnenkomt. Een prachtige, behoorlijk langdurende opening vanmiddag dus, met verbinding over duizenden kilometers via sporadisch E op 2 meter. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.